We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 7 september. Gedurende de avond en nacht zal het overwegend droog blijven. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich op bepaalde plaatsen nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, donderdag 7 september, blijft het overwegend droog. In de middag komen op sommige plaatsen lichte tot soms matige buien voor, mogelijk met onweer en windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 7 september de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur.